kinderboerderij Riddammerhoeve heeft er sinds zaterdag 12 nieuwe biggetjes bij. Hoe gaat het nu met de biggetjes? Ze maken het eigenlijk hartstikke goed. Ze drinken allemaal goed en ze blijven goed bij de moeder. En het is eigenlijk een hele gezellige club. Ze blijven goed bij elkaar. En ja, mede door het mooie weer denk ik ook, doen ze het hartstikke goed. Nou, is dit een geitenboerderij? Wat doen biggen op een geitenboerderij, vraag ik me al. Nou, wij zijn eigenlijk een verbreed landbouwbedrijf. Dus zoals ik net al zei, maken we van de geitenmelk zuivel en hebben we ook een zorgtak. Maar we hebben ook andere landbouwhuisdieren, zoals koeien, paarden, varkens. En die hebben allemaal een verschillende functie binnen het bedrijf. Wat is de functie van de biggen? Nou, we hebben de varkens en eigenlijk de koeien ook genomen om... Ja, het totaalplaatje van boerderij wat groter te maken. Hiervoor hadden we al melkgeiten en legkippen. En we hadden een pony die de kar trok. Maar door meerdere diersoorten maak je een bezoek aan ons bedrijf wat voller als het ware. Kunnen jullie al die biggen huisvesten? Of wat gaat er gebeuren met die biggen? Nou, op zekere leeftijd zullen we toch een ander tehuis voor een groot deel moeten gaan zoeken. Want ja, wij werken biologisch dynamisch en dat betekent dat dieren heel veel ruimte moeten hebben. Dat is ook onze eigen filosofie. En 12 biggen neemt niet zoveel ruimte in, maar 12 varkens is een ander verhaal. Dus we mikken hier altijd op tussen de 2 en 5 volwassen varkens. Wanneer kunnen de Amstelveeners op kraamvisite? We zijn behalve dinsdag elke dag geopend van 10 tot 5. Moeder Betsy vindt het hartstikke gezellig en ze reageert ook meteen heel goed op het publiek. Ze is eigenlijk bevallen tussen de bezoekers en omdat ze zelf de leven lang al tussen de mensen en de andere dieren zit, vindt ze het totaal geen probleem. En eigenlijk hoe meer kraamvisite, hoe gezelliger ze het lijkt te vinden.